En de zware regens en rukwinden van zondag hebben voor grote schade gezorgd bij de Kennedy School en de Kennedy Stichting. Ook huizen en andere panden in Paramaribo hebben enorme schade opgelopen door het hevig onweer. Het is een enorme klap, net voor het schooljaar moet aanvangen. De schade is enorm. De directeuren vrezen voor de start op 1 oktober. Er is veel beschadigd door de hevige regen en rukwinden. Die rukwinden hebben de Kennedy Stichting zwaar getroffen en ook de Kennedy School. Het is namelijk zo dat een deel van de dakplaten van het hoofdgebouw van het internaat is weggewaaid, zoals u het ook heeft mogen meemaken. En de Kennedy School is ook getroffen, een deel van het dak is ook eraf. U begrijpt dat het een schok voor ons is. Aangezien de Kennedy Stichting in problemen is, echt de Kennedy Stichting verkeert nu in serieuze financiële problemen, heeft het ons te meer geraakt. U snapt dat ik ook even, ik heb hulp gevraagd. Ik heb begrepen, NCCR hebben we gecontact, we hebben de politie gecontact. Ze hebben aangegeven, ze gaan de brandweer contacten, we krijgen, ze gaan ons helpen. Natuurlijk van deze kant uit wil ik de regering een beroep doen op de regering. Wij zijn het zelf niet in staat. De schade is heel erg groot, zoals u het gezien heeft, om nieuwe dakplaten aan te schaffen, een plafond te repareren. We hebben de middelen niet. Dus ik doe gewoon een beroep op de gemeenschap. Help de Kennedy Stichting, help de Kennedy School. Ik ben dakplaten komen aantreffen die weg zijn gewaaid, maar ook een groot deel van het dak is eraf. Niet zo plezierig. Vooral daar wij nu aan de vooravond staan om de school te beginnen. Dus het is echt een probleem. En ik weet niet hoe ik dan verder moet gaan. Want we zitten in principe zonder middelen om dit te kunnen fixen. Dus ik wil van deze plaats uit de gemeenschap vragen als zij mij kunnen bijstaan in het renoveren van het dak. De Kennedy School is een school voor dove en slechthorende kinderen. Als de mensen in de gelegenheid zijn, we weten dat het een moeilijke situatie is nu. Maar als ze wat middelen hebben, ik weet niet, materiaal, zinkplaten of whatever, dat ze ons daarmee kunnen helpen. En dan kunnen wij dan dat dak dan weer in orde brengen voor nu. Zodat wij die kinderen dan donderdag 1 oktober dan kunnen ontvangen op school. De rukwinden zijn het gevolg van storingen voor de kust. Hoewel dit over het algemeen een normaal fenomeen is, volgens meteoroloog Roel Oelers, moet er wel rekening worden gehouden met klimaatverandering. Deze verschijnselen zullen vaker voorkomen. Wat in feite de zaak een beetje verder stimuleert, is het feit dat we dus nu op dit moment hoge temperaturen meemaken. En die hoge temperaturen met een heel relatief weinig vocht, kunnen er dus van de onweerswolken heel goed zich ontwikkelen en ervoor zorgen dragen dat er onweer plaatsvindt. Inderdaad is de trend een stijgende trend en ik denk niet dat het abrupt zal afnemen omdat dus dan het klimaatverandering nog steeds blijft. Verwarming van de aarde is dus nog steeds aan de orde. Dus daarmee moet men degelijk rekening houden.